Goedemiddag allemaal bij deze Burgers Zoom workshop over probleemsoorten planten. We gaan het dus inderdaad hebben over met name de probleemsoorten die we op waterkeringen tegenkomen. Mijn naam is Peter Bonen, ik ben grasregisseur voor STOA en ik werk bij Waterschap Vallei en Veluwe als beleidsmedewerker. We gaan straks beginnen met dit programma en we krijgen om te beginnen een kleine presentatie over een pilot duizendknoopbeheersing. En dat gaat Suzanne Lomme van de Universiteit van Leiden, die gaat die presentatie voor jullie geven. Daarna kunnen er wat vragen gesteld worden. Voor het stellen van die vragen is het denk ik handig qua huishoudelijke mededelingen dat jullie de Zoom-functie, in ieder geval je microfoon uitschakelen, het liefst de camera aan. En als je een vraag wil stellen, kan dat graag over de chat. En als je een handje op kan steken, als je echt een prangende vraag hebt die je zelf live wil steken, dan, of in wil spreken, dan kun je even een handje opsteken. Dat is ook een functie in Zoom. Daarmee gaan we eerst dus beginnen met de presentatie van Suzanne. Daarna gaan we over naar het workshopgedeelte en dan zal ik jullie daar verder doorheen meenemen. Dus bij deze de presentatie van Suzanne. Goedemiddag, mijn naam is Suzanne Lomme en bij Universiteit Leiden werk ik als onderzoeker aan de biologische beheersing van invasieve plantensoorten. Biologische beheersing is een methode die wereldwijd al wordt toegepast, al meer dan 100 jaar, voor de beheersing van invasieve soorten, maar in Europa echt in het beginstadium is. En vandaag neem ik u mee in een Nederlands project waarin we kijken of we biologische beheersing ook kunnen toepassen in Nederland en in dit geval specifiek van Aziatische duizendknopen. Eerst even om iedereen op dezelfde lijn te krijgen, wat is een invasieve plantensoort? Dat zijn soorten die door menselijk handelen zijn geïntroduceerd op plaatsen waar ze van nature voor 1500 niet voorkwamen. Nou, dat kan zijn geweest door handel, door transport, door toerisme. En een tweede belangrijk criterium is dat ze een groot negatief effect hebben. Bijvoorbeeld op de natuurlijke omgeving, op de menselijke gezondheid of de economie. We hebben natuurlijk een heleboel exotische soorten die totaal geen negatief effect hebben, waar we zelfs gebruik van maken. Maar een van die invasieve plantensoorten waar we wel last van hebben, dat is de Japanse duizendknopen. Ik denk dat velen van u die ook wel kennen. Hieronder een paar plaatjes. Linksonder kunnen we zien hoe enorm hoog die kan worden. De plant heeft een enorme groeikracht bovengronds. En in dit plaatje kunnen we zien dat die andere vegetatie begint te domineren. Het is beginnend aan een bosrand. En in het plaatje rechts kunnen we zien dat die door de groeikracht ook al bestaande gaten in asfalt en andere constructies kan doorbreken en dat die op die manier kan verergeren. En ik heb begrepen dat dat ook op dijken een probleem is. Dat de stevigheid van de dijken daaraan aangaat. Vandaag wil ik het dan hebben over klassieke biologische onkruidbestrijding en dat gaat over het introduceren van natuurlijke vijanden uit het oorspronkelijke leefgebied van die planten. Invasieve plantensoorten die exotisch zijn komen uit een ander gebied en in de natuurlijke omgeving zijn er allerlei natuurlijke vijanden die van die plant leven. Je kunt dan denken aan insecten, aan mijten, maar ook aan pathogenen zoals schimmels en bacteriën. Als die planten worden geïntroduceerd in een nieuw gebied, bijvoorbeeld overzees, gaan die natuurlijke vijanden vaak niet mee. En dat betekent dat die planten in een nieuwe omgeving terechtkomen waar ze vaak hun eigen natuurlijke vijanden missen. Dan zijn er soms wel andere natuurlijke vijanden die ter plekke aanwezig zijn die van die planten kunnen leven, maar die zijn nooit gespecialiseerd op die plant. En klassieke biologische bestrijding maakt gebruik van het principe dat je de gespecialiseerde natuurlijke vijanden, die zijn geëvolueerd met de planten op de plaats op de oorspronkelijke plaats van herkomst, dat je die ook introduceert in, planten, in het gebied waar de planten invasief zijn geworden, om ook daar de planten onder controle te brengen. Dat is een methode die al wereldwijd wordt toegepast voor meer dan 100 jaar. Alleen niet in Europa. In Europa doen we die pas sinds 2010 en hebben we pas 5 soorten losgelaten ter biologische bestrijding. Even ter vergelijking. Wereldwijd zijn er meer dan 500 bestrijders losgelaten tegen
meer dan 200 invasieve plantensoorten. En op het plaatje hier zie je daar een voorbeeld van, een iconisch voorbeeld, dat het wereldwijd een heel groot succes is geworden. We zien hier plaatjes van Lake Victoria en die is overgroeid door de waterhyacint. En aan de linkerkant zie je de situatie zoals die was op het moment dat die invasieve plant eigenlijk een heel groot deel van het wateroppervlakte had bezet. Zo erg dat er geen visserij meer kon plaatsvinden. Toen is er een introductie gedaan van verschillende natuurlijke vijanden. Dit zijn twee soorten snuitkevers die u hier in het midden ziet. En het is enorm succesvol geworden. Die larven van die snuitkever die eten aan de plant. En daardoor gaat de plant er weer aan. En het resultaat is dat er veel meer open water is ontstaan. En deze methode die is op diverse plekken in de wereld toegepast met diezelfde biologische bestrijders. En dat is op bijna 10 plekken in de wereld een enorm groot succes geworden. Dit is één groot succesverhaal, zo zijn er nog veel meer te noemen. We horen er alleen heel weinig over in Europa, omdat het zich vaak buiten ons continent afspeelt. Dus ik denk dat deze succesverhalen eigenlijk veel meer aandacht verdienen. Wat zijn dan de voordelen van deze methode? Het heeft geen ongewenste effecten, want de soorten die worden geselecteerd om los te laten, dat zijn specifieke soorten die alleen van de doelplant kunnen leven. Daarmee zijn er dus geen ongewenste neveneffecten op andere. Het is heel kosteneffectief, want het is de bedoeling dat die natuurlijke vijanden zich in het ecosysteem vestigen en dat ze zichzelf in stand houden, dat ze onderdeel worden van het ecosysteem. Dat betekent dat de kostenkant met name zit in het vooronderzoek, om te zoeken welke soorten natuurlijke vijanden zijn nou geschikt. En geschikt betekent en veilig en effectief. Maar daarna, als ze het doen, dan heb je ze losgelaten en verspreiden ze zichzelf, heb je er eigenlijk geen kosten meer aan. Omdat het effect jarenlang doorgaat, is het uiteindelijk dus een hele kosteneffectieve oplossing. Kosteneffectiever dan bijvoorbeeld mechanische oplossingen of chemische oplossingen, waar altijd weer arbeid voor nodig is. Het is ook een milieuvriendelijke oplossing, omdat het geen neveneffecten heeft bijvoorbeeld op de bodem of op de kwaliteit van water, alleen dan in de positieve zin. En zoals ik al noemde, is het ook een langdurige oplossing. Als het inderdaad lukt dat die natuurlijke vijand een onderdeel wordt van het ecosysteem, dan zal die ook dus al die jaren natuurlijke bestrijding blijven bieden. In Nederland is vanuit waterschap interesse gekomen in deze manier van bestrijden voor diverse planten waar waterschappers last van hebben. En eentje daarvan is de Aziatische duizendknoop. En in Engeland en Canada zijn ze al heel ver met het biologische bestrijding van duizendknoop op biologische manier. En daarom hebben de waterschappers ervoor gekozen om als eerste aan de slag te gaan met de Aziatische duizendknoop. We hebben ons verenigd in een project, het project Uit de duizendknoop. En daarbij is de vraag, zijn bovenstaande kandidaten veilig en geschikt voor gebruik in Nederland? En met kandidaten bedoel ik de soorten die al in Engeland zijn geselecteerd om de Aziatische duizendknoop te bestrijden en die zowel veilig zijn bevonden als waarvan ze denken dat die effectief zijn. Hieronder vindt u een link naar onze website die over dat Nederlandse project gaat. Ik heb al een paar keer het woord veilig genoemd, want het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat je met een nieuwe exotische soort niet een nieuw probleem introduceert. Daar zijn wereldwijd hele goede protocollen ook voor. Betreft een zorgvuldige ontheffingsprocedure. Want exoten uitzetten in de natuur is wereldwijd verboden. Je kunt niet zomaar een natuurlijke vijand gaan loslaten. Hoe werkt die procedure dan? Als je een natuurlijke vijand wil loslaten, nou, het proces, het onderzoek start met de exploratie en selectie in het oorspronkelijke gebied van die invasieve plantensoort. Hier ziet u een foto van collega's van Kabi. Een onderzoek zit in Engeland dat heel actief is. En hier zijn zij aan het zoeken naar natuurlijke vijanden. Ook op basis van kennis en literatuur zijn vervolgens een aantal soorten geselecteerd waarvan ze inderdaad schade zagen. Die selectie van kandidaten is meegenomen naar het laboratorium in Engeland. Daar ziet u hier rechts een plaatje van. En vervolgens is er ongeveer 10 jaar gewerkt aan de risicoanalyse. Dus is de vraag gesteld, kunnen die soorten ook nog van andere planten leven? Nou, als we het over de
een van die soorten die is meegenomen, dat is de Japanse bladvloer. En als we daarover de risicoanalyse hebben, dan zijn meer dan 120 plantensoorten getest. En daarmee kun je een heel betrouwbaar beeld krijgen van waar die bladvloer nou van kan leven. En de conclusie is geworden, die bladvloer kan alleen maar leven van Aziatische duizendknopen en een heel nauw verwant soort. Nou, zo'n risicoanalyse, dat is een hele strenge selectieprocedure. En uiteindelijk blijven alleen de kandidaten over die dus veilig zijn gevonden, die alleen maar van de doelsoorten kunnen leven. De veilige kandidaten die eruit voortkomen, in de vorm van de bladvloer, van de Japanse duizendknopen, dat waren er twee. Aan de rechterkant zit het insect wat ik al noemde, Japanse bladvloer, maar ook kwam er een bladvlekkenschimmel uit de pus. En deze twee soorten die kunnen dan vervolgens het proces in van de ontheffingsaanvraag. In Nederland zijn we doorgeborduurd op dit onderzoek en zijn we nu ook bezig om te kijken of we deze twee kandidaten in Nederland kunnen loslaten. Aan de linkerkant ziet u een foto van Henk Flikkema van het Wetenschap Friesland. En die vult hier de ontheffingsaanvraag in om de Japanse bladvloer in Nederland te mogen loslaten. En die aanvraag hebben wij in december 2019 met het consortium gedaan. En in juli hebben wij inderdaad ontheffing verkregen voor het loslaten van de bladvloer in Nederland. Omdat geconcludeerd werd dat die geen gevaren vormde voor de Nederlandse natuur. Hoe werkt de Japanse bladvloer dan? Hier rechts ziet u weer een keer de adulte volwassen exemplaren. En nog meer aan de rechterkant ziet u de jonge exemplaren. En die leven allemaal, die zitten continu op die plant. En ze hebben een monddeel dat net zoals bij bladluizen in de plant prikt. En daarmee zuigen ze de sap op. Als je dan grote dichtheden van die bladvloer hebt, kan dat zware effecten hebben op die plant. En dat is wat we hieronder zien. We zien hier links het proefje waar een jonge scheut niet is blootgesteld aan de bladvloer. Nou, na een week is die inderdaad al flink gegroeid. En aan de linkerkant zien we dat de scheut die was blootgesteld aan de bladvlooien, dat die eigenlijk helemaal niet tot ontwikkeling is gekomen, dat die nauwelijks groei vertoont. Dus groeiremming is een duidelijk gevolg van deze bladvloer. In het ergste geval, als er ook nog een hoge dichtheid nymfen of adulten op die plant zit, kunnen die jonge scheuten er ook aan doodgaan. En dat ziet u hier aan de rechterkant. Die bladvlooien die hebben ook een voorkeur voor die jonge scheuten. Dus wat we ermee willen hopen te bereiken is dat inderdaad die jonge scheuten hier het doelwit worden van de bladvloer. Hoe zou je die dan toepassen in praktijk? Nou, ten eerste moeten we die massaal kweken om voldoende aantallen te hebben, want tot nu toe zijn ze in het laboratorium gekweekt. En daar zit hier een plaatje van hier rechts. Inmiddels hebben we een populatie van deze bladvloer in Nederland en wordt die gekweekt bij het bedrijf Kommert, dat gespecialiseerd is in de productie van natuurlijke vijanden. Vervolgens moet je die bladvlooien natuurlijk uitzetten in Nederland. Dat gaat dan op natuurlijke locaties gebeuren. Daar hebben we er drie voor geselecteerd met de Bornheemse duizendknoop. En als alles volgens het boekje verloopt, hoef je die bladvlooien maar één keer uit te zetten. En als het dan lukt om de winter te overleven en om zich te reproduceren, dan zouden ze zich vervolgens zelfstandig moeten verspreiden en op diverse plekken in hoge dichtheden moeten voorkomen. Dat gaat wel een aantal jaar duren. Die bladvloer die heeft maar een paar generaties. Jaar, één of twee denken we in het Nederlandse klimaat. Dus dat zou betekenen dat we pas effecten kunnen gaan zien op die planten als na een aantal jaren die bladvlooien inderdaad hoge dichtheden vervangen. En nogmaals, in feite is de kosten zitten in deze fase waarin we onderzoek doen, waarin we bladvloer kweken, waarin we loslaten, waarin we monitoren, maar op lange termijn zou het een goedkope oplossing worden. Dan ga ik over naar de andere kandidaat, dat is de bladvlekkenschimmel. En hier rechts, aan de linkerkant, ziet u een foto van deze bladvlekkenschimmel zoals die in Japan eruit ziet. En al die bruine vlekjes, dat wordt veroorzaakt door die schimmel. Het is een soort Microsporella polygonii cuspidati die alleen leeft van Aziatische duizendknopen. En aan de rechterkant zien we een experiment in het laboratorium van Kabi, waarbij ze die schimmel hebben geïsoleerd en vervolgens weer hebben toegepast op een plant. En ook daar zie je dezelfde symptomen. De schimmel doodt dus bladweefsel. Hoe zouden we die dan kunnen toepassen? De bedoeling is om het zo te formuleren dat het net zo werkt als een herbicide met contactwerking. Dus de actieve delen van de schimmel of de schimmelfragmenten worden dan opgelost in een vloeistof.
die dan gespoten zou moeten worden en net zo toegepast worden als bijvoorbeeld glyfosaat. Het levend bladweefsel dat geraakt wordt door, door het middel zou dan gedood worden, maar de plant kan wel weer verder groeien vanuit de ondergrondse wortelstokken, kan de energie weer gaan naar de bovengrondse delen die dan weer kunnen hergroeien. Dus dat betekent dat het effect is snel, maar wel kortdurend. Het is wel milieuvriendelijk, omdat dit middel alleen maar uitsluitend effect heeft op de duizendknoop en niet op allerlei andere planten, zoals bijvoorbeeld glyfosaat wel doet. Door de wijze waarop het geformuleerd is, vindt er geen reproductie plaats in de natuur. Deze schimmel kan zich niet zelfstandig voortplanten. Dat betekent dat het heel veilig is, maar dat betekent ook wel dat herhaalde toepassing nodig is. Net zoals op dit moment het geval is met andere herbicides zoals glyfosaat. Ten slotte, wat kunnen we nou verwachten? Van de bladflow, zoals ik al aangaf, die veroorzaakt groeiremming. En we hopen ook dat als hij in grote getalen gaat voorkomen, dat hij dan de verspreiding van de Japanse duizendknoop kan voorkomen. Voor de schimmel geldt dat hij dus bovengronds afdoodt en dat hij de plant uitput. En het idee is dat deze natuurlijke vijanden ons gaan helpen om andere middelen minder vaak in te zetten. Het is niet de golden bullet, of de silver bullet, ze zullen niet het Japanse duizendknoopprobleem in Nederland of op uw dijk gaan oplossen. Maar we denken wel dat als deze middelen effectief zijn, andere middelen die soms invasiever zijn, duurder, arbeidsintensiever, dat die veel minder vaak ingezet kunnen worden. Omdat de bladvloer bijvoorbeeld kan dienen als nazorg. Nadat er een paar mijlen hebben gedaan, uitgevragen dat de bladvloer dan, als die aanwezig is in Nederland, opnieuw opkomende scheuten aan kan pakken. Dus ik ben ontzettend benieuwd wat u denkt van dit verhaal en welke methodes u denkt kunnen gaan minderen op dijken als deze bladvloer en schimmel in Nederland zouden gaan werken. Het laatste nieuwtje is dat we deze bladvloer dus nu aan het kweken zijn en dat we die deze herfst hopen los te gaan laten op drie verschillende plekken. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw aandacht. Aan de rechterkant ziet u de vele financiers die dit onderzoek in Nederland mede mogelijk hebben gemaakt. Dat zijn een heel groot aantal waterschappen. Er zijn ook gemeentes, een ministerie, ProRail doet daaraan mee. En aan de linkerkant zien we de samenwerkingspartners die het werk uitvoeren. En dat is naast de Universiteit Leiden Koppert, het bedrijf dat het bladvloer kweekt. CABI, de organisatie die al het voorgaand onderzoek heeft gedaan en ons nu ook adviseert. De werkgroep plaagsoorten van de Unie van Waterschappen, die dit project heeft geïnitieerd. De STOA, die het financieel allemaal coördineert. En tenslotte ProBos, die een heel groot netwerk heeft met probleemhouders van Aziatische duizendknopen. Die alle communicatie verzorgt van en naar de probleemhouders toe. Dank u wel. Nou, dat was denk ik een heel mooi verhaal van Suzanne. Ik daag jullie allemaal uit. Hi Suzanne, daar ben je live. Ik hoop dat jij mij ook kan zien en horen. Ik daag jullie allemaal uit om Suzanne vragen te stellen over dit onderzoek. We hebben een aantal dingen gehoord. Ik heb nog geen vragen ontvangen, dus ik heb er zelf eigenlijk wel een als dat mag. Je geeft een introductie. Het wordt uitgezet, met name de bladflow. Heb je enig idee wanneer daar dan voldoende duidelijkheid is dat de duizendknoop ook echt belemmerd wordt in zijn groei? Hoe lang is daarvoor nodig? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is waar niemand het antwoord op heeft. Oei. Want dat is nog niet gebeurd. Het zal zeker een aantal jaren nodig hebben, omdat die bladflow in Nederland maar 1 tot 2 generaties kan volbrengen. En je kunt je voorstellen dat met die snelheid duurt het dus een hele tijd voordat je grote dichtheden krijgt. En je krijgt pas schade als je grote dichtheden krijgt. Dus ik denk dat je binnen 5 tot 10 jaar weinig hoeft te verwachten qua schade. Oké. Dat is best een poos. De combinatie van de twee, heb je daar meer fiducie in dan? Ik stel me zo voor, je liet een rugspuitje zien. Ik kan me voorstellen dat elke dijkbeheerder zometeen zo'n rugspuitje in zijn auto heeft staan. En als die een probleem ervaart, dat hij even het blad bespuit en dan dat regelmatig doet, put je hem dan wel uit? Is dat de verwachting?
Nou, ik denk inderdaad dat de bladflow en de bladschimmel allebei op een hele andere manier gebruikt kunnen worden. Want die bladvlekkenschimmel, dat is inderdaad een middeltje dat je on the spot kunt toepassen en dat dan direct effect heeft op het bestaande blad. Dus dat kun je inderdaad gebruiken om bijvoorbeeld bovengrondse delen af te doden op een dijk. Terwijl de bladflow dus veel meer een lange termijn effect heeft. En als die op een gegeven moment goed gevestigd is in Nederland en in grote dichtheden zou voorkomen, dan zou die wel bijvoorbeeld de opkomende jonge scheuten daarna aan kunnen pakken. Dus ik denk dat de bladflow is niet iets wat je actief kan inzetten, want die bladflow, als die onderdeel wordt van het ecosysteem, dan is die er gewoon. En dan moet die zelf naar die duizendknopen toe gaan, dat kun je fijn sturen. Terwijl die bladvlekkenschimmel, die pas je actief voor inderdaad met je spuit op de plek waar je het nodig vindt en wanneer jij het nodig vindt. Ja, oké, okay, helder. Misschien voor de mensen thuis, als jullie je handje op willen steken als je een vraag hebt, dan kunnen we eventueel jullie een beurt geven. Kun je je microfoontje aanzetten en de vraag zelf aan Suzanne stellen. Ik ben afhankelijk van een tablet, maar ik heb geen vragen. Dus misschien dat iemand kan helpen. Ja. Wat mij betreft een mooi verhaal. We kunnen denk ik zeker daar wat mee in combinatie met andere bestrijdingsmethodes. En daar daagde jij eigenlijk iedereen mee uit. Hè? Van bedenk even welke bestrijdingsmethodes je nu toepast. En waar zou je mee kunnen minderen op het moment dat je deze middelen ter beschikking hebt. Nou, we weten allemaal dat chemische bestrijdingsmiddelen liggen zwaar onder vuur. Voor de duizendknoop is daar nog een uitzondering voor. Maar hoe lang dat gaat duren, dat is de vraag. Ik krijg een vraag hier van Oscar van Dam, Delftland. Hoe beïnvloedt het lokale klimaat waar je een biologische bestrijding toepast de effectiviteit? Is daar duidelijkheid over? Ja, dat is een hele goede vraag. En natuurlijk in zeer sterke mate, want insecten zijn ontwikkelen zich sneller bijvoorbeeld bij hoge temperaturen. En daar is er wel ook naar gekeken of het klimaat matcht. Hè? Als je in Noordwest-Europa, of in dit geval Nederland, een biologische bestrijder voor de duizendknoop moet uitzetten, moet dat wel een biologische bestrijder zijn die ook in dit klimaat het kan doen. En daar is naar gekeken bij de selectie van deze natuurlijke vijanden. En als we het over de bladflow hebben, die komt in heel Japan voor, van noord naar zuid. En ook op grotere hoogte, bijvoorbeeld op bergen. En hij overleeft daar ook vrij zware winters, dus met lage temperaturen. Dus hij is vrij tolerant ten opzichte van temperaturen. En de range aan temperaturen die we in Nederland hebben, die ervaart hij ook in Japan. Dus wat dat betreft is gekeken naar of hij dat in theorie zou moeten kunnen overleven. Ja, en daarnaast is het misschien interessant om te vermelden dat we nog specifiek hebben gekeken waar uit Japan we deze bladflow het beste konden verzamelen. Want die bladflow die komt dus in heel Japan voor. En om een keuze te maken van waar gaan we die dan verzamelen voor Nederland, is gekeken naar waar komt het klimaat in Japan het beste overeen met het klimaat in Nederland. En dat bleek rond het midden van Japan. Dus daar is deze populatie ook verzameld. Om hopelijk de kans op succes zo groot mogelijk te maken. En daar het klimaat lijkt ook wel op Nederland qua neerslaghoeveelheden en dergelijke. Dus niet alleen temperatuur? Ja. Nee, inderdaad. Er is ook gekeken naar vochtigheid. Vochtigheid is vaak een hele belangrijke parameter. Als het gaat inderdaad om overleving van insecten of de uitkomst van eitjes bijvoorbeeld. En er zijn inderdaad een aantal parameters meegenomen die ook rekening houden met de lucht op de grond, vochtigheid of de aantal millimeter regenval. Ja, oké, okay, helder. Ik heb nog een mooie vraag van Jaap Bronsveld, voormalig grasregisseur. Hoe kan de bladflow onderdeel worden van het ecosysteem in Nederland? Die vraag heb ik voorbij zien komen op de chat. En ik denk met onderdeel van het ecosysteem bedoel ik dat die niet verdwijnt. Hè? Als je iets introduceert in de natuur, de bedoeling is in dit geval dat die natuurlijke vijand zich gaat vestigen. Dat hij zich gaat verspreiden. En hij zou onderdeel worden van het ecosysteem van in de zin van dat hij permanent aanwezig blijft. En er werd de vraag gesteld, ja, maar wat dan als er duizendknopen op zijn? Ja, dan is het een ander verhaal. Maar biologische bestrijders, daarmee kun je eigenlijk niet verwachten dat je volledige uitroeiing verkrijgt. Want je moet je voorstellen, het is een soort van dynamisch geheel. Als het voedsel opraakt, dus de duizendknopen opraken, dan hebben die bladvlooien minder te eten. Dus dan gaat hun populatie ook naar beneden. Maar op het moment dat die populatie natuurlijke vijand naar beneden gaat, heeft de duizendknopen meer vast. Dus dan kan die weer harder groeien. En zo wordt dat eigenlijk een cyclisch geheel dat op en neer gaat.
En wat met elkaar meegroeit. Dus meer duizendknoop betekent meer bladvlooien, maar meer bladvlooien betekent minder duizendknoop. Zou dat effect kunnen hebben? Het onderdeel wordt van het ecosysteem. En ja. Persoonlijk ben ik bang dat we voorlopig nog niet van de duizendknoop af zijn. Want er zit zoveel ondergrondse biomassa aan rhizomen, dat zelfs als de bovengrond gesneden wordt, ja, door verplaatsing van grond en zo, en van het opnieuw opkomen van rhizomen, denk ik dat we nog heel lang te maken hebben met duizendknopen. Maar dan noemen we het misschien geen invasieve exoot meer, maar gewoon een exoot. Zou dat een mogelijkheid zijn? Dat is je hoop. Hoe definieer je een invasieve exoot? Dat is natuurlijk zolang die negatieve effecten heeft. Als die zodanig onder controle is dat die geen negatieve effecten meer heeft, dan zou dat inderdaad die ook misschien niet meer als invasief gecharakteriseerd worden. Ja. Ik heb nog een vraag. Mag ik een vraag die ik op de chat zie? Ja, mag. Zeker. Als je hem even wil herhalen of zal ik het doen? Ja, ik kan het wel doen. Er wordt hier gevraagd, wordt de flow niet op zijn beurt weer opgegeten door inheemse soorten? Goeie vraag. Dat is wel de verwachting. Er zijn natuurlijk een boel roofwansen. En daar zijn ook wel enkele testjes mee gedaan. En die kunnen inderdaad, die hebben vaak allemaal een breed dieet. Dus die leven van veel soorten kleine organismen. En het is wel de verwachting dat als de bladflow in grote dichtheden gaat voorkomen, dat die ook de bladflow in hun dieet zullen opnemen. Wat we niet verwachten is dat ze zich gaan specialiseren op de bladflow. Want specialistische natuurlijke vijanden, die hebben we achtergelaten. Toen we die bladflow verzamelden, hebben we ook gecontroleerd dat er geen parasietenprobes zijn meegekomen. Dus degene door wie die gepredeerd zal worden in Nederland, dat zullen over het algemeen de generalisten zijn die een heel breed dieet hebben. En niet zo gauw alleen zich gaan specialiseren op één voedsel. Ja. Oké, dankjewel. Op zich denk ik misschien tijd voor één laatste vraag toch, Suzanne? Kan dat? Want jij zat een beetje krap in de tijd, geloof ik. Ja? Ik heb er eentje van Meike, Hollandse Delta. Wat vinden onze buurlanden, Duitsland, België, dat Nederland de bladflow introduceert? Ja, goeie vraag. Het is heel recent dat wij gehoord hebben dat we die bladflow mogen introduceren. Ik heb daarop nog geen reactie ontvangen, dus ik weet het niet. Wat wel zo is, is dat in 2014-15 is er een risicoanalyse gemaakt voor wat als die bladflow in Noordwest-Europa terecht zou komen. En daar hebben allerlei Noordwest-Europese partijen aan deelgenomen, ook vertegenwoordigers van België, van Duitsland, van Luxemburg, van Frankrijk. En die hebben toen gezamenlijk in een rapport geconcludeerd, voor onze flora en fauna vormt de bladflow geen gevaar. Dus dat was destijds de opinie van de betrokken experts. Dus dat geldt niet alleen voor Nederland, dat geldt voor een veel breder geografisch gebied. Hoe ze er nu over denken dat die bladflow daadwerkelijk in Nederland uitgezet gaat worden, want toen was het een theoretische exercitie, dat heb ik nog niet gehoord. Maar ik ben wel uitgenodigd om volgende maand een briefing te geven over biologische bestrijding van de duizendknoop en hoe wij dat nu hebben aangepakt in Nederland, of gaan aanpakken. En die Belgische bijeenkomst, waar ze willen exploreren of dat ook een mogelijkheid is voor België. Dus er is wel interesse voor. Ja, oké, mooi. Ik zie nog één vraag binnenkomen van Erik Baars. Andere methodes, of die als niet succesvol bestempeld zijn, elektrocutie bijvoorbeeld. Dat lijkt me een mooie vraag om even te bewaren voor het workshopgedeelte hierna. Want ik denk dat Suzanne daar niet alle ervaring mee heeft en dat er veel beheerders zijn die daar iets meer van af weten. Vind je dat goed, Suzanne? Dan danken wij jou heel hartelijk voor je inbreng en heel veel succes met het onderzoek. Wij zijn heel benieuwd naar de resultaten. Dankjewel. Ik hoop jullie over een tijdje meer te kunnen vertellen. Mooi. Dan kunnen wij door met de presentatie, denk ik. Ja, hebben we hem hier? Ja, heel goed. Wat zegt u? Oh. Die mag wel klein van mij eigenlijk. Heel klein.